Welkom bij Natuurwetenschappelijk Onderzoek Biocast. En dat is een coach. En dat zijn dingen die je in ieder geval nodig hebt voor je examen. We gaan kijken hoe onderzoek doen in elkaar zit. Heel lang geleden dachten mensen dat dit wel eens zou kunnen kloppen. Je neemt kaf, dat, je neemt bezweet ondergoed, dat doe je bij elkaar in een pot. En 14 dagen wachten, en kijk. Daar heb je muizen. Dus dit is het recept om muizen te kunnen maken. Misschien denk je wel dat het niet helemaal klopt, deze man, Jan van Helmond, die deed in de 16e eeuw een onderzoek. En die deed dat al wat gestructureerder, wat meer met meten. Dus wat wetenschappelijker zou je kunnen zeggen. Wat hij deed was, hij had een grote pot. En daar deed hij aarde in. Om precies te zijn, hij deed daar 91 kilogram aarde in. En hij had een kleine willig. En die willig die woog 2,5 kilogram. Die zette hij in die pot. Hij gaf hem 5 jaar lang water. En na 5 jaar had hij 67,5 kilogram aan willig erbij. Dus eh, nou niet erbij, hij had 65 kilogram willig erbij gekregen. Dus dat zou wel uit die aarde komen. Maar toen hij de aarde woog, had hij maar 90,945 kilogram aarde had hij nog over. Dus er was bijna geen aarde weg. Dus ja, die willig die bestaat uit 64,945 kilogram aan water. Of zou dat niet helemaal kloppen? Maar goed, dat was zijn uitkomst in ieder geval. Zo is er ook een trainer en die denkt dat extraan wel eens zou kunnen helpen om de sportprestaties te verbeteren. En om dat op een wetenschappelijke manier te doen, bedenk je eerst een onderzoeksvraag. En in dit geval zou dat wel eens kunnen zijn: gaan sporters beter functioneren of beter, sneller lopen als ze extraan drinken vlak voor de wedstrijd of voor de training? Dat is het bedenken van de onderzoeksvraag. Wat wil je eigenlijk te weten komen? De volgende, hè? en ja, dat is het. Hè? Daar loopt hij. Hij krijgt wat sportdrank. En kijk, dat gaat een stuk sneller. Zou dat zo zijn? Dat is de onderzoeksvraag. Dan moet je ook je verwachting geven. Wat jij denkt dat het antwoord is. Daarbij mag je nog niet zeggen waarom je dat denkt. Je zegt alleen wat jij denkt dat het antwoord is. Op de vraag. Dus jouw idee daarvan. Dan ga je een werkwijze bedenken. Een werkplan maken. Die werkwijze die bestaat uit uh, alles wat je nodig hebt. Dus je hebt een groepje nodig die extra aanbrengt, een groepje nodig die geen extra aanbrengt. Denk ook aan de aantallen daarbij. En bedenk ook bij uh, hoeveel tijd je daarvoor hebt. Hè, wanneer je dat gaat uitvoeren, hoe lang je het gaat meten. En dat is je werkplan. Als je dat werkplan hebt, ga je het natuurlijk uitvoeren. En dan krijg je resultaten. Die schrijf je op. En dat is alles wat je hoort, wat je ziet, maar ook dingen die je meet. Dat schrijf je op en dan ga je dat overzichtelijk weergeven door een grafiek te maken of door een tekening te maken van je proefopstelling. En als je dat gedaan hebt, dan kan je door het ordenen van die gegevens. Het antwoord op de vraag geven, je conclusie trekken. Want je conclusie is het antwoord op je onderzoeksvraag. Dan schrijf je daar ook altijd bij of je verwachting klopte of niet. Je hebt natuurlijk die groep met mensen die extra drinkt, maar je hebt dan ook een groep die dat niet doet. Voor de rest is die groep precies hetzelfde, maar op één aspect, namelijk het drinken van die extra, daar verschillen ze. Dat is je controlegroep, oftewel je Blanco. Dus, eh, het onderzoek bestaat uit de onderzoeksvraag, je hypothese of je verwachting, het werkplan, en dat bestaat weer uit materiaal en methode, je resultaten en tenslotte je conclusie. Dit zijn de onderdelen van een natuurwetenschappelijk verslag. En hier is een vraag uit het examen, het TL-examen van een paar jaar geleden. En die gaat over het kiemen van uienplanten. Nou, lees hem eens goed. En bedenk dan zelf wat het antwoord is. Dit was hem dan weer. De natuurwetenschappelijk onderzoek Biocast. Veel succes met studeren en tot de volgende keer.